Achterhoekse Volleybalacademie is wat een aantal jaren terug via de Nivobo werd opgestart met Regio Oost talententrainingen voor kinderen die meer dan middelmatig talent hebben en die extra training nodig hebben voor op de zondagmorgen. En dat zijn kinderen tussen de 9 en de 15, 16, 17. Wat is het doel van de Achterhoekse Volleybalacademie? Het doel van de Achterhoekse Volleybalacademie is om zoveel mogelijk jeugd op een hoger niveau te krijgen. Zeker in de Achterhoek. In het westen van het land heb je allemaal verenigingen die al toch op hoog niveau spelen. Dat komt vaak omdat ze in de Achterhoek of in Twente opgeleid zijn en dan vanwege studie verhuizen. Een voorbeeld is onder andere een Lonneke Sloetjes die dus bij ons getraind heeft. Vandaar het eenjarig bestaan van de Achterhoekse Volleybalacademie. Ja. Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? Super, prima. We trainen lekker. We hebben heel enthousiaste kinderen. We hebben hele grote groepen. Dus dat is waarschijnlijk gaat dat nog wel jaren zo door met de Achterhoekse Volleybalacademie. Wat leer je allemaal? Ik heb wel dingen geleerd wat ik nog moest leren in de training, maar dat kan ik nu al en daarom gaat iets beter. En wat voor dingen? Rollen en beter ze duppen en achterwaarts bijvoorbeeld. Ja, je leert allerlei trucjes voor bij het volleybal en gewoon de techniek allemaal goed. En vandaar het eenjarig bestaan van de Achterhoekse Volleybalacademie. Hoe ging het afgelopen jaar? Ja, best snel. Was ook heel leuk. En nu hebben we de afsluiter. En wat doe je allemaal vandaag? Zitvolleybal en dan heb je hier beachvolleybal met grote ballen. En blindvolleybal en een wedstrijdje. Er zitten al een nieuwe Lonneke Sloetjes tussen. De meiden die beginnen, daar zie je er niet aan af. En langzaamaan ontwikkelen ze zich dan. En dan kan we toch zien dat het inderdaad soms per seizoen een heel stuk vooruit gaat. Begin van het seizoen kunnen ze nog geen wedstrijd spelen. En het eind van het seizoen dan werken ze eigenlijk te barsten om een bal te halen. En dat is ons doel.